Bij de opening van de kippenopvang dompelt wethouder Ivens zich direct onder in het boerenleven. En dat is even wennen. Dit is veel te zuinig. Wat mij nooit verweten, te zuinig ben. De kippenopvang krijgt van Ivens een jaarlijkse subsidie van 5000 euro. Is dat het waard? Jazeker, want voor honden, voor katten, voor konijnen hebben we allemaal opvang. Ja, een kip is ook gewoon een dier. En wel het meest gedumpte dier in de hele stad. Jaarlijks plukt fauna-adviseur Peter van Poelgeest zo'n 100 zwerfkippen van straat en uit de stadsparken. Nou, hier zitten vier jonge haantjes. Die zijn, dat zijn broertjes. Ze zijn onafscheidelijk van elkaar. Die heb ik recentelijk gevangen in het Amstelpark. Eerst gingen de dieren naar hobbyboeren uit de kennissenkring van Poelgeest. Maar omdat er meer kippen en vooral hanen gedumpt worden, krijgt hij steeds meer moeite om de vogels te plaatsen. Een schoolvoorbeeld. Dit voorjaar waren het kuikentjes hartstikke leuk, klein, lief. Maar op een gegeven moment worden ze groter en groter en deze kukelen al een beetje. En ja, dan vinden mensen het opeens niet meer leuk. En dan worden ze gedumpt. In de stadsparken weten de gedumpte kippen en hanen volgens Van Poelgeest moeilijk te overleven vanwege koude winters en loslopende honden. Hij vindt het daarom belangrijk dat de opvang er nu is. Nou, moet je eens kijken naar het leven die beesten hebben hier. Het is het hoge gras, alle vrijheid. Die beesten hebben het hier fantastisch. Ze haast wonen op stand. En daar draagt wethouder Ivens dus graag een steentje aan bij. Hoe is dat vergeleken met in de gemeenteraad? Eet ze dan ook uit uw hand? Gemeenteraad, daar zijn geen kippen. Nee, echt heel wat anders. De opvang is gratis te bezoeken en voor een klein prijsje kun je zelfs een kip meenemen. Of een haan natuurlijk.